Ik heb cystic fibrosis, dat is thijslijmziekte. En daarvoor heb ik 2 keer 2 nieuwe longen gekregen. Dus 2 keer een dubbele longtransplantatie. En die heb ik ondergaan in het Erasmus MC. Ja, dus ik heb CF, dat betekent dat mijn longen steeds slechter werden. En op een gegeven moment werd het zo slecht dat ik niet meer zelf kon ademen en aan de beademing belandde. Daarvoor heb ik dus nieuwe longen gekregen. Maar helaas kreeg ik te maken met chronische afstoting. En daardoor was een nieuwe transplantatie nodig. Dus ik ben al vanaf het begin heel vaak hier opgenomen op de longafdeling. In het begin meestal voor een antibiotica-kuur om dan weer op te lappen. En dan ging ik snel weer naar huis. Maar gaandeweg werd die tijd dat ik thuis doorbracht eigenlijk steeds korter. En werd eigenlijk het EMC misschien wel mijn tweede thuis. Op een gegeven moment begon ik ook te beseffen dat ik zo ziek was dat ik misschien niet meer naar huis zou kunnen gaan met mijn huidige longen. En toen ben ik dus ook definitief opgenomen om op de longafdeling te wachten en later ook op de IC. Maar die omslag die zorgde wel voor een ander perspectief. Want eerst wilde ik altijd zo snel mogelijk naar huis en dan kan ik misschien een weekje thuis zijn. En dan, ondanks dat ook niet echt, ik kon eigenlijk bijna niks meer thuis. Maar dat wilde ik dan heel graag en dan was ik helemaal opgericht. En elke dag vroeg ik dan aan die dokters van, wanneer kan ik weg? Maar toen ik eenmaal besefte van, ik ga hier nu misschien wel een hele lange tijd liggen. En ik was ook zo ziek dat ik gewoon niet meer naar huis kon gaan. Ik had op een gegeven moment katbeademing. Ik kon eigenlijk niet meer zelf eten. Dus toen besefte ik wel van, ik ga hier lange tijd doorbrengen. En toen heb ik me daar ook wel op gericht. Dus ben ik mijn kamertje gaan inrichten met foto's van vriendinnen. Met ook een after transplant list, wat ik dan allemaal wilde gaan doen. Na de transplantatie, dat ik dan op mijn deur gehangen. Eigenlijk dat ik er gelijk naar kon kijken als ik wakker werd. Maar ook slingers opgehangen. En ik voelde me wel gedragen eigenlijk naar de transplantatie toe. Door iedereen. Door de verpleegkundigen, door het CF-team, door het longtransplantatieteam. De longartsen ook. Die hebben mij allemaal het gevoel gegeven van, we gaan ervoor. En we gaan jou daar naartoe brengen. Dus ondanks dat het echt fysiek heel zwaar was. En ik echt niks meer zelf kon. Ik werd ook gewassen en dat is wel, dat was een moeilijke tijd, maar mentaal hebben ze me er echt doorheen gesleept, wat dat betreft. Ja. Een longtransplantatie geneest CF niet. Ik heb nog steeds CF, dat betekent dat ik nog steeds ziek ben in de zin van andere organen zijn nog steeds aangetast. Mijn darmen werken niet goed, mijn alvleesklier werkt niet goed. Dus dat lost een longtransplantatie niet op. Maar wat het wel doet, is natuurlijk het probleem van de longen aanpakken. En dat was in mijn geval de reden dat ik zo ernstig ziek werd. En ook op het randje van de dood balanceerde. En dat heeft longtransplantatie zeker opgelost.